Graag zou ik even willen nadenken over het charisma van de broeders van liefde en de plaats die we daarin kunnen geven aan een persoon, namelijk de stichter van de broeders van liefde, kanoniek Petrus Jozef Trist. Een charisma kunnen we omschrijven als een vrije gave van de Heilige Geest, die aan een persoon wordt gegeven, geschonken, waardoor zijn persoonlijkheid, zijn talenten en heel zijn leven in feite versterkt wordt en ook heel een haven wordt naar de ruimere gemeenschap toe. Dat is een charisma, een gave van de Heilige Geest. En we kennen de woorden van Sint Paulus uit de brief van de Korintiërs, die heel mooi spreekt over de werking van de Heilige Geest via charisma's. En hij zegt het volgende, er zijn verschillende haven, maar de Geest is één en dezelfde. Er zijn verschillende vormen van dienstverlening, maar de Heer is één en dezelfde. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één en dezelfde God die alles in alle tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven. Aan de andere woord van kennis, kracht is dus dezelfde geest. Aan een derde, door dezelfde geest, het geloof. En aan weer anderen schenkt diezelfde geest de gave om ziekten te genezen, de kracht om wonderen te doen, de gave van profetie, de onderscheiding van geesten, het vermogen om in talen te spreken of de betekenis ervan uit te leggen. Dit alles is het werk van één en dezelfde geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals hij het wil. Een mooie tekst van Sint Paulus, die dus aangeeft dat wij allemaal, eigenlijk, als we ons openstellen voor de Heilige Geest, bijzondere gaven krijgen. Waarbij onze persoonlijkheid, onze talenten die we hebben, aangesterkt wordt. En op die manier dat we zelf een gave mogen worden naar anderen toe. Wanneer ik nu kijk naar onze stichter, ik Petrus Joseph Triest. Dan durf ik zeggen dat hij echt een charismatische figuur was. Die heel opengekomen is voor de haven van de Heilige Geest. En daardoor een gegeven man werd. Hoe kunnen wij het charisma van Vadertris, zoals we hem graag noemen, omschrijven? Ik zou een aantal punten kunnen aangeven wanneer ik kijk naar zijn leven, naar zijn persoonlijkheid. De manier waarop hij 200 jaar geleden hier bij ons heeft geleefd. Centraal in het leven van Triest was de overtuiging dat God liefde was. Dat was voor hem eigenlijk het uitgangspunt. En we kunnen zeggen dat hij vanuit dat besef dat God liefde is, zichzelf liet overweldigen door Gods liefde. Dat is heel sterk en heel mooi naar voren gekomen in zijn leven, wanneer we zijn biografie doornemen, gedurende vijf jaar. Dat hij verplicht ondergedoken moest leven in Ronse. Ik spreek na de Franse Revolutie. Hij als priester uh, wou niet de eed van trouw afleggen aan de Republiek van Frankrijk. En daarom moest hij onderduiken. En hij heeft vijf jaar ondergedoken geleefd als priester, pastoor in Ronse. Die tijd heeft hij gebruikt eigenlijk om zijn spirituele leven te verdiepen. En hij is echt een man geworden van geloof, maar vooral iemand die zich liet overweldigen door godsliefde. En we zien dat hij een man werd van gebed. Een man die heel veel tijd besteedde aan zijn persoonlijk gebed. Die heel veel aandacht had en een openheid creëerde voor het woord van God. De lectio divina, zoals wij dat noemen, zich laten bescheiden door het woord van God. Ieder dag opnieuw nam hij tijd om zowel Oud- en Nieuw Testament te mediteren, te lezen, te contempleren. De Eucharistie werd voor hem een heel belangrijke van de dag. Het was het centrum van zijn dag omdat hij vond dat hij in de Eucharistie echt het sacrament van Gods liefde mocht aanvaarden en mocht ervaren. Ook de devotie tot het Heilige hart, het is heel belangrijk, in die periode was het een heel uh, actuele uh, devotie, maar hij vond dat een heel mooie devotie omdat het Heilige hart opnieuw echt de uiting was en mag zijn van Gods liefde. En ook zijn devotie tot Maria komt heel sterk uh, naar voren. Een gebedsmens die zich helemaal openstelt voor Gods liefde. Maar tegelijkertijd ook vanuit die goddelijke liefde, die goddelijke liefde gaat uitschijn naar de anderen toe. Want zien wij bij Christ een grote openheid voor Gods liefde, wij zien bij Hem ook een even grote openheid naar de armen toe, naar de zieken toe. De liefde van God die hij mocht ontvangen, gaat hij doorgeven naar anderen toe. De barmhartigheid die hij mocht ontvangen van God. Wordt ook zijn barmhartige naar anderen toe. Hij wordt een man van Caritas, met een heel bijzondere aandacht voor de armen, voor de armsten uit die tijd. En die aandacht voor de armsten van die tijd zien wij in een aantal, zou ik noemen, bewegingen, dat die wel heel typisch zijn wanneer wij het leven van Tries beschouwen. Een eerste beweging is, en het is heel logisch, dat hij altijd naar de anderen gaat met liefde. De liefde is echt de basisattitude van waaruit alles vertrekt. Hij had de anderen helpen, ja, maar voor de hulp is altijd de liefde. We kunnen zeggen dat bij Trist de caritas altijd een beweging is van liefde, medelijden en concrete werk van barmhartigheid, concrete actie. Maar aan de basis altijd de liefde. Liefde, medelijden en concrete dienstbaarheid is het triade waarmee wij de caritas van triest kunnen omschrijven. Ten tweede, hij heeft aandacht voor alle dimensies bij de mens. Ook dat is heel belangrijk. Hij had de mens niet alleen lichamelijk benaderen, maar ook geestelijk. En hij ontwikkelt, we zullen vandaag zeggen, een vrij holistische zorg naar de medemens toe. Alles ziet hij als dienstbaarheid. Het woord dienstbaarheid is voor hem heel reëel. En tenslotte kunnen we zeggen, heeft hij aandacht voor een heel concrete organisatie, een goede accommodatie, een goede structuur, professionele zorg. Dat zijn elementen die heel belangrijk zijn wanneer wij dat zorgmodel, dat Triest ontwikkelde, nu even bekijken. Altijd uitgaande van die liefde, die echt de basisattitude is voor een goede zorg. Altijd gericht naar dienst, concrete dienst naar de medemens toe. Gericht naar alle aspecten, alle dimensies van het mens zijn. En dan zien hoe wij dat kunnen doen op een professionele wijze. Met zorg voor een goede omgeving, goede accommodatie. In een goede organisatie. En tenslotte kunnen we zeggen: bij Tris was alles finaal gericht naar de vereisenis. Hij stelde dat wij nu reeds, door mensen te helpen, hen het perspectief van de open openden. Hij zei dat heel mooi in een van zijn teksten, waarmee hij stelt: van aan zulke mensen klederen bezorgen, medicijnen bereiden, hun vuile wonden verzorgen. Is dat niet hen doen verrijzen uit de schoot van de dood, voor hen de zon laten schijnen, voor hen een nieuwe aarde scheppen? Het is als het testament dat hij gegeven heeft aan zijn zusters en broeders van liefde. En het is, zal ik zeggen, vanuit dit charisma. Van een persoon waarbij de geest, de Heilige Geest, heel werkzaam werd. Het is dit charisma dat ook het charisma werd van een groep mensen. die zich rond deze persoon schaarden. en dat waren de eerste broeders en de zusters van liefde. En dat op vandaag gaat dat verder. En ik noem dat graag het charisma van de Caritas. En als ik nu vandaag spreek over het charisma van de Caritas. gaat het altijd over deze twee dimensies: dat wij geroepen worden om ons ook open te stellen voor God die liefde is. Triest vond het heel zinvol om als devies aan de congregatie mee te geven, God is liefde. God is liefde. En daarmee worden wij uitgenodigd als broeders van Liefde, om ons dagelijks te bezinnen wat betekent dat voor ons dat God liefde is. Komen tot het besef dat God mij werkelijk bemint, zoals ik ben. Dat ik een geliefd persoon ben in de ogen van God. En dat geeft mij, zou ik zeggen, een speciale moed in het leven. Wanneer ik mag beseffen dat zelfs als andere mensen mij niet waarderen, mij niet liefhebben, dat God mij altijd lief heeft. Er is een heel sterke een sterkte in ons leven. Dat we mogen beleven, zou ik zeggen. En het is vanuit die gedachte, die overtuiging, dat wij naar de anderen gaan. En net zoals Tries zelf ook proberen liefdevol in de wereld te staan. Echt proberen Gods liefde te laten schijnen naar de medemens toe. Heel speciaal naar hen waarvoor niet gezorgd wordt in de maatschappij. Voor hen die marginaal zijn. Voor hen die geschonden zijn in hun menswaardigheid. Hij wordt daar de heel mee geconfronteerd. Ik herinner nog altijd, uh, ik was in die voorkust. Ik geef een aantal voorbeelden zo, die, mij troffen, die mij treffen. Het was in Ivoorkust voor de opening van een nieuw instituut voor psychiatrische patiënten. In een streek waar er niks is voor psychiatrie, waar de zieken in de straat rondlopen, vuil, naakt, door de andere mensen nagejaagd. En daar zijn we gevraagd door de overheid en ook door de kerkelijke overheid om iets te doen voor die geesteszieken. Op het moment dat ik inderdaad die nieuwe instelling opende, zei de bisschop en de minister die aanwezig was. Broeder, broeders van liefde, wel bedankt dat ge gekomen zijt om onze stad op te kruisen. Een zware uitspraak. Ik moest antwoorden. Ik heb gezegd: inderdaad, wij zijn gekomen om uw stad op te kruisen, maar wij komen terug met die zieken in uw stad. Want u moet van mentaliteit veranderen. U moet ook in die mensen mensen zien. Maar ik begrijp natuurlijk: wanneer je die mensen zo ziet rondlopen, totaal verwaarloosd, is het moeilijk om nog een mens te zien in deze zieken. Aan ons, door hen, door hen te zorgen, aan ons om hen terug die menswaardigheid bij te brengen. En daarom vind ik altijd, wanneer wij nadenken over ons charisma vandaag, gaat het vooral daarover dat wij proberen de menswaardigheid te herstellen. Speciaal bij die mensen die omwille van ziekte, omwille van armoede, omwille van uitsluiting, de menswaardigheid hebben verloren. Dat is, is en blijft een grote opdracht, een grote missie uh, voor ons broeders van liefde, helemaal in lijn met het charisma dat wij ontvangen hebben van de Heilige Geest, maar altijd doorheen onze stichter kanoniek Triest. Dus open voor Gods liefde, deze liefde gaan uitschijnen naar mensen die helemaal geen ervaring hebben dat ze geliefd zijn, die helemaal geen ervaring hebben dat ze nog een mens zijn. En hen zo open brengen en terugbrengen aan de maatschappij. Dat ze opnieuw gewaardeerd worden in hun mens zijn. Broeders van Liefde hebben de opdracht dit te doen met caritas. Het charisma van de caritas vraagt van ons om met diezelfde drie woorden naar de andere te gaan: met liefde, altijd de andere zien met liefde. Met medelijden en dan te kijken hoe dat we hem of haar concreet kunnen helpen. De liefde begint altijd met in die anderen als mensen te zien, maar in feite nog meer in die anderen Christus zelf te zien. In de encycliek Deus Caritas Est van Paulus Benedictus werd dat heel mooi uitgedrukt. Hij zei het volgende, er is een groot verschil tussen de filantropie en de caritas. Bij de filantropie gaat het over hulpverlening. En vele NGO's vandaag verlenen hulp. Dat is goed. Maar bij de Caritas is er iets meer. En hij zegt, bij de Caritas zijn er twee zaken die heel typisch zijn. En ik ben heel blij, ik was heel blij van dat te horen ook. En het eerste zegt is, de liefde. De grondslag is altijd dat wij met liefde naar de andere mens gaan. En het tweede punt is, dat de Caritas zo typisch maakt, is dat wij in de andere altijd het gelaat van Christus zelf ontmoeten. In de andere moet ik Jezus zien, ontmoeten en beminnen. En dat maakt mijn handen naar de anderen toe, verheffend, de ander, verheffend tot caritas. Ik denk dat het heel belangrijk is voor ons, broeders van liefde, altijd over te waken: dat op alle plaatsen waar wij wereldwijd actief zijn, in de zorg voor medemensen met een handicap, in de zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening, in de zorg voor armen, dat wij ons niet, zou ik zeggen, ...verlagen tot louter filantropie, hulpverlening... ...maar altijd naar de ander gaan met die volle caritas. Dat wil zeggen, de anderen zien, ontmoeten en beminnen... ...als Jezus. En inderdaad met liefde naar de anderen gaan... ...en vanuit onze liefde diep medelijden ontwikkelen. Medelijden noem ik het hart van de caritas. Medelijden wil zeggen dat ik openkom voor het lijden van de anderen. Maar laat tref door het lijden van de anderen... En dan ga ik kijken hoe ik inderdaad dat lijden kan wegnemen, kan helen, door mijn concrete actie van barmhartigheid. Werken van barmhartigheid. Maar als moeder van liefde zeg ik erbij, helemaal in lijn wat onze zichter ook aanbracht, dat doen wij op een professionele manier. Dus ik zou zeggen: Onze caritas, ons charisma van caritas, zijn ik vier woorden: het gaat dan over liefde, medelijden, barmhartigheid. Werken van ophartigheid, actie, activiteit, dienstbaarheid en dat op een professionele manier. Want Tris zei: wanneer je iemand graag ziet, moet je hem ook verzorgen op de beste wijze. Een laatste punt dat ik er nog wil aan toevoegen, is even kijken naar de naam die onze stichter ons gegeven heeft. Ook dat is wel belangrijk. Als Boeders van Liefde zijn wij ontstaan, niet als Boeders van Liefde, maar als Hospitalbroeders van de heilige Vincentius. Trist even voor gekozen om ons broeders te noemen, religieuze broeders. Dat is heel belangrijk en daarin klinkt dat wij broeder moeten worden van iedereen zonder uitzondering. Ook heel speciaal voor hen die geen broeder meer hebben, die geen broer meer hebben. Voor hen mogen wij broer zijn en soms is dat heel sterk dat we dat mogen ervaren. Ik geef twee voorbeelden. Toen ik zelf directeur was in Gent in het Gislain-instituut, zei een van de patiënten mij, een chronische psychiatrische patiënt die al jaren in de instelling verbleef. Broeder, zei hij, hij woont bij ons. Hij slaapt onder hetzelfde dak. En inderdaad, mijn kamer was op dezelfde verdieping van de slaapzaal van de patiënten. En hij vond dat zo, zo belangrijk, uh, hij, hij vond daar een zekere geborgenheid in. Hij zei: Alle medewerkers gaan s'avonds naar huis, maar hij blijft bij ons. ...gij zijt onze broeder. Ik vond dat heel mooi zo. Dat die patiënt op zijn manier uitdrukte... ...het belang van broeder te mogen zijn voor hen. En de andere keer, ik was in Cambodja. En in Cambodja had ik de opdracht vanuit de Universiteit van Leuven... ...om daar de enige psychiater te ontmoeten... ...en het was in, in, op vlak, zou ik zeggen, van deskundigheid. Ik moest een gesprek hebben met die man... ...in verband met de psychiatrie in Cambodja. Op het einde van het gesprek, want ik had me niet, eindelijk niet voorgesteld als broeder... ...vroeg hij mij... Mag ik uw broeder noemen? Ik was wat verrast. Ik waarom vraagt u dat? En hij zei: ja, kijk, in het regime van Pol Pot, uh, dat was een, een zeer uh, zwaar regime in, uh, in Cambodja, zijn mijn twee broers vermoord. Ik heb geen broer meer. En ik was zo blij te horen uh, dat u kwam en daarom vraag ik u of ik uw broeder mag noemen. Voor mij het was het zo een blij verrassing. Zo in dat uh, naamloze Cambodja waar ik toevallig uh, even op bezoek was. Dat iemand mij vroeg van, mag ik uw broeder noemen, omdat hij eindelijk opnieuw eens aan iemand kon zeggen, jij zijt mijn broer. Dus het broeder zijn voor mensen die geen broer meer hebben, die eenzaam zijn, vereenzaamd zijn, heeft toch wel een grote en een diepe waarde. Het tweede woord is hospitaalbroeder. Wij worden gevraagd om hospitaliteit te ontwikkelen, gastvrijheid. En gastvrijheid ook vandaag is toch wel een heel belangrijke waarde. Uh, vandaag met heel de vluchtelingenproblematiek worden we daar voortdurend mee geconfronteerd. De, de grote waarde en de grote noodzaak voor de gastvrijheid. Wij worden in feite opgeroepen om gastvrije mensen te zijn. Huizen te creëren waar mensen zich thuis kunnen voelen. Hospitaliteit heeft echt te maken met de sfeer die er mag zijn, waar mensen kunnen thuiskomen. En het derde woord van onze originele naam is. Sint-Vincentius, Apollo, is de patroon van de Caritas, is iemand geweest die een, op een heel unieke wijze naar de armen ging. En hij zei, om zijn woord te gebruiken, de armen zijn onze meesters die we moeten dienen met liefde en respect. De armen zijn onze meesters. Meesters in de wijze dat we hen beschouwen als onze beelderen, meesters ook in de wijze dat we hen beschouwen als onze leraars. De armen mogen zien met eerbied, met respect en met liefde. En een tweede woord zei hij, de armen zijn de iconen van Christus. Wanneer ik de armen zie, moet ik Christus zelf zien. Helemaal in lijn, zou ik zeggen, wat ook vader Tristos aanbracht om te proberen altijd in het gelaat van de anderen Christus zelf te zien. Dus het zijn woorden, onze originele naam, hospitaalbroeders van de heilige Vicentius, wij gebruiken het vandaag niet meer, maar toch hebben wij door deze drie woorden toch wel een lijn meegekregen Waar, waaruit wij en waarom wij ons leven mogen uitbouwen. Dus we mogen heel dankbaar zijn met een stichter als Vader Driest, die een instrument geworden is uh, in de handen van de Heilige Geest om het charisma van de Caritas in de wereld te brengen. En wij zijn heel gelukkig dat wij dit mogen verder zetten in onze tijd, met onze mogelijkheden, met onze talenten en dat niet alleen hier, maar op vele plaatsen in de wereld waar mensen echt nood hebben aan liefde waar echt mensen echt nood hebben om in hun menswaardigheid opnieuw gerespecteerd en gewaardeerd te worden.